Ik ben aan het demonstreren. Oké, tegen wat? Dat hier 800 Afghanen komen. Afghaanse vluchtelingen? Dat zijn geen vluchtelingen, dat zijn landverraders zijn dat. Oké. Okay. NSB'ers zijn dat, ja. Oké, okay, vertel. Want toen hier de 40-45 de oorlog was, werden dat soort mensen, vrouwen werden kaal geschoren. Hè? Mannen die kregen geen uitkering meer, die kregen geen huizen meer, niks meer. Stateloos werden ze. Maar wat heeft dat te maken met dit? Alles. Nee. Voor Nederland gewerkt in Afghanistan. Ja. Dus dat wordt dan een beetje lastig. Dat zijn NSB'ers. Nee, nee. Dat zijn wel NSB'ers. Oh, oké. Okay. Dus ze hebben voor die Nederland gewerkt. Die Hollanders die voor de Duitsers werkten, hè? Die vrouwen werden kaal geschoren net na de oorlog. En die lui werden allemaal stateloos gemaakt. Want die hebben voor de Duitsers gewerkt. Is het een verschil? Dus eigenlijk hadden die Afghaanse mensen helemaal niet voor ons moeten werken in eerste instantie. Nee. Ze moeten niks en zelf gedaan.